side we have Jesus Christ and true Christianity. Aan de ene kant hebben we de Heer Jezus Christus en het ware christendom. On the other side we have all other religions and all the perverted forms of true Christianity. En aan de andere kant hebben we alle andere godsdiensten en alle verkeerde vormen van christendom. Salvation is not multiple choice. De behoudenis is niet een kwestie van multiple choice. All roads do not lead to Rome. Niet alle wegen leiden tot Rome. Jesus is not a savior. Jezus is niet een redder. He is the savior. Maar hij is de redder. The only savior. De enige redder. And apart from him you have no part with God. En buiten Christus om hebt u geen deel aan God. We live in a postmodern society. We leven in een postmoderne samenleving. Where everyone is said to be right. Waar men zegt dat iedereen rechtvaardig is. And every religion is said to be correct. En dat elke godsdienst eigenlijk wel waar is. But that is not what Christianity teaches. Maar dat is niet wat het christendom leert. And this is the very thing that has always caused true Christianity to be persecuted. En juist dit aspect is altijd de reden geweest dat het ware christendom altijd vervolgd is geweest. The Roman Empire was filled with a multitude of gods. Het Romeinse Rijk was vervuld met een veelheid aan goden. And everyone tolerated everyone else's god. En iedereen die accepteerde de god van de ander. But then when Christianity came into the Roman Empire, everything changed. Maar toen het christendom het Romeinse Rijk binnenkwam, zette dat alles op zijn kop. Because the apostolic message was not that Jesus is a savior, but that he is the savior. Want de boodschap van de apostelen was niet dat Jezus een redder is, maar dat hij de redder is. And that the God of Israel is not a God, but he is the God. En dat de God van Israël niet een God is, maar dat hij de God is. Do you realize that the early Christians were persecuted in the Roman Empire for being atheists? Bent u zich ervan bewust dat de vroege christenen, de christenen uit de vroege gemeente in het Romeinse Rijk werden veroordeeld omdat men dacht dat zij atheïsten waren? They were considered atheists because they denied the existence of any other god but their own. Ze werden beschouwd als atheïsten omdat ze het bestaan van alle andere goden behalve die van hunzelf ontkenden. And they denied the existence of any other savior but Jesus Christ. En ze ontkenden het bestaan van enige andere verlosser behalve Jezus Christus. But in doing so, they were following their master. En toen ze dat deden, volgden ze daarin hun eigen meester. For he said, I am the way, the truth and the life. Want hij heeft zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. And no one comes to the Father except through me. En niemand komt tot de Vader dan door mij. And you have to understand that this truth even applies to you. En je moet je er goed van doordrongen zijn dat deze waarheid ook voor jou geldt. As I travel around the world, I meet a lot of religious people. Ik reis over de hele wereld en ik kom allerlei godsdienstige mensen tegen. And I meet a lot of religious people within the Christian tradition. En ik kom ook binnen de christelijke traditie allerlei godsdienstige mensen tegen. They consider themselves Christians because they're members of certain churches. En ze beschouwen zichzelf christen omdat ze horen bij een bepaald kerkgenootschap. They consider themselves correct because of a certain doctrinal teaching. En ze vinden dat ze juist zijn in hun geloof omdat ze de juiste leer aanhangen. They consider themselves Christians because maybe they prayed and asked Jesus to come into their heart or they were baptized as an infant. Of ze beschouwen zichzelf christen omdat ze een gebed hebben gebeden en Jezus hebben gevraagd in hun hart te komen of omdat ze gedoopt zijn. But there is no reality of the power and life of Christ in them. Maar in hen is niet de werkelijkheid van de kracht en het leven van Jezus Christus. Their religion is not their life, it's just a little part of their life and culture. Hun godsdienst is niet hun leven, het is slechts een klein onderdeel van hun leven en hun persoonlijke cultuur. They will come to church on Sunday. Op zondag zitten ze in de kerk. They will follow the traditions. En ze houden zich aan de tradities. But throughout the week they do not think of God. Maar de hele week door besteden ze geen enkele aandacht aan God. Nor is the life of Christ manifest in them. Ook is het leven van Christus niet zichtbaar in hen. Nor do they walk in the way of holiness. En ook wandelen ze niet in de weg van de heiliging. They have a name that they are alive, but they are dead. Ze hebben de naam dat ze levend zijn, maar ze zijn dood. Does this apply to you? Is dat van toepassing op u? Are you Christian by name? Ben je naam christen?
But there's no power of God in your life. Maar is de kracht van God niet aanwezig in je leven? There's no desire for holiness. Is er geen verlangen naar heiliging? There's no progress in the things of God. Is er geen vooruitgang in de dingen van God? Think. Denk erover na. Examine yourself. En beproef jezelf. Is Christ precious to you? Is Christus dierbaar voor jou? Is he your savior? Is hij jouw verlosser? Not just from hell, but is he saving you from sin now? Is hij niet alleen je verlosser van de hel, maar verlost hij je ook hier en nu van de zonde? So there are two gates. Er zijn dus twee poorten. Jesus. Jezus. And everything else. En alle anderen. But only Christ leads to life. Maar alleen Christus leidt tot het leven. But there are not only two gates. The Bible says there are two ways. Maar er zijn niet alleen twee poorten. De Bijbel zegt hier ook dat er twee wegen zijn. One is a narrow way. En de ene is een enge weg, een nauwe weg. And it leads to life. En dat nauwe pad leidt tot het leven. And few people walk on it. En weinigen bewandelen dat pad. The other is a broad way. En het andere pad is heel breed. And it leads to death. En het leidt tot de dood. And many walk upon it. En velen bewandelen die weg. Now what are these two ways? Nou, wat zijn deze twee paden? If a person is truly converted, als een persoon werkelijk bekeerd is, if a person truly repents of their sin and believes the gospel, als iemand zich werkelijk bekeert van zijn zonden en het evangelie gelooft, then God will be working in their life. Dan zal God werken in hun leven. The Bible says about the Christian, he who began a good work in you will finish it. De Bijbel zegt ten aanzien van de Christen, hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat voltooien. If you are a Christian, it is because of the work of God. Als je een Christen bent, is dat vanwege het werk van God. That brought you to repentance and faith. En dat heeft jou geleid tot bekering en geloof. But that same God will continue working in your life until he brings you home to glory. En dezezelfde God zal doorgaan om te werken in jouw leven totdat je in heerlijkheid wordt opgenomen. You belong to him. Ja, want je behoort bij hem. And he begins to teach you his commands. En dan begint hij jou zijn geboden te onderwijzen. And those commands mark out a narrow path for in which you are to walk. En die geboden die leiden jou op dat smalle pad waarop je behoort te wandelen. Is that a description of your life? Is dat een beschrijving van jouzelf? Since your conversion, is there the reality of God in your life? Sinds je bekering is er de werkelijkheid van Gods aanwezigheid in je leven? Is it obvious that God is working, teaching you his commands? Is het duidelijk dat God werkt in je leven en dat hij jou zijn geboden onderwijst? And is he leading you by his spirit to walk in them? En leidt hij jou door zijn geest om die weg te bewandelen? Or do you live just like the world? Of leef je nog steeds net als de wereld? Do you act just like the world? En handel je nog net als de wereld? Do you think just like the world? En denk je nog steeds als de wereld? You say, Brother Paul, are you saying that the evidence of salvation is a perfect life? U zegt misschien, broeder Paul, beweert u dan dat het bewijs van iemands behoudenis is dat hij een volmaakt leven leidt? Absolutely not. Nee, absoluut niet. As a matter of fact, one of the true evidences of Christianity is that you will struggle against sin. Het is zelfs zo dat een bewijs van echt christen zijn is dat je de strijd met de zonde zult gaan ervaren. And that you will confess sin when you fall. En dat je je zonde beleidt wanneer je valt. But what you need to understand is that if you are truly Christian, then God will be working in your life each day to cause you to grow and be more like Christ. Maar wat je heel goed moet begrijpen is dat als je christen bent, dat de Heere God dan elke dag werkt in je leven om ervoor te zorgen dat jij groeit in hem en in het wandelen met hem. And if you are a true Christian, en als je een echte christen bent, and if you step out of the paths of God, en als je dan van dat smalle pad vandaan afdwaalt, and you will as a true Christian, en als een ware christen zal dat ook gebeuren, he will come like a loving father and discipline you and bring you back. Dan zal hij komen als een liefdevolle vader om je te tuchtigen en je weer terug te brengen op het rechte pad. But if you claim to be a Christian,
Maar als je zegt christen te zijn, and you can live just like the world, en je kan nog net zo doorleven zoals de wereld, and you can drink down sin like it was water, en je kan gewoon doorgaan met zonde in te drinken alsof het water is, and God does not intervene in your life, en de Heere God die grijpt dan niet in jouw leven, and there is no discipline, en je ervaart geen tuchtiging van de Heer, and no working of God to bring you back to the path, en geen werk van God om je weer op het rechte pad te brengen, then you do not belong to Him. Dan behoor je hem nog niet toe. You have yet to repent and believe. Dan behoor je nog tot bekering te komen en te gaan geloven. I do not know your country. Ik ken uw land.